vaders en moeders, jongens en meisjes, opa's en oma's, tantes en ooms, buurmannen en buurvrouwen, geef hem een hartelijk applaus. Hier is hij, de Haagse ballonnenboer. Pennen. Nou, de ballonnen even klaarleggen. Zo. We hebben beeld. Oké, nou is het wachten. Even mijn netjes aankleden. Nou is het wachten, want in pijnakken zitten natuurlijk al die kinderen zo meteen voor het beeldscherm. Met de papa's en mama's. Wat is koningsdag gezellig. Oh, jullie zijn er al. Zit ik in mezelf te kletsen, maar ik zie dat jullie al voor het beeldscherm zitten. Oh, dat is stom. Oh, ik ben al live. Oké. Paniek. Rustig, zo. Jongens, ik ga me eerst even voorstellen. Ik ben de Haagse ballonnenboer en ik ga vandaag jullie ballonnen leren maken. Ja, ballonfiguren. Want ik heb al hondjes, die zie je ook wel bij me hangen hier zo. En het leek ons eigenlijk wel heel leuk als jullie met mij samen een ballonnenhondje gingen maken. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden, maar ik denk het wel, dan zit je niet te kijken. Hè? Nee, nou, wat heb je nodig om een hondje te maken van ballonnen? Inderdaad, ballonnen. Ik heb alles hier een beetje al op Koningsdag ingericht. Ja, pijnhakken staat er onbekend, hè? Dat is altijd feest. Alleen nou, met de corona kunnen we iets minder. Maar ja, ook op deze manier kan ik toch... bij jullie zijn normaal gesproken, komt mijn broer altijd. Ja, Rolando, de kinderartiest, die komt altijd in de grote tent optreden en zo. Maar ja, daar zijn we ook al een paar jaar niet meer... we mogen niet, hè? Dus ja, dan moeten we het op deze manier doen. Maar het is net zo gezellig. En ook net zo leuk. Want we hebben gewoon... gewoon lol met elkaar zo. En dat ballonnenhondje, dat gaat lukken, hè? Want dat kunnen jullie maken. Maar eerst even pakken wat we nodig hebben. Want wat heb je voor een ballonnenhondje nodig? Nou, sowieso ballonnen. Je ziet, ik heb ze gewoon lekker in de kleuren van vandaag. En kies zelf een kleur die je wilt. Mij maakt het niet uit. Ik ga gewoon lekker met oranje beginnen. Nou, de ballon heb je nodig. Maar wat heb je ballon? Ja, als je een ballon hebt, wat heb je dan nodig om dat ding op te blazen natuurlijk? Met de mond niet doen. Dat is levensgevaarlijk. En zeker niet als je weet hoe dat moet, moet je dat niet doen. Want deze ballonnen, dan moet je heel hard blazen en dan kan er van alles misgaan. Dus doe gewoon niet. Als het goed is, hebben jullie de ballonnen. Maar ook een pomp. Nou, die is natuurlijk heel belangrijk, hè, de pomp. En we gaan gewoon eens even de ballon opblazen. Nou, voordat je hem opblaast, je doet het tuutje over. Zo, kijk. Over de pomp heen, zie je dat hij goed vast zit. Nou, doe me één plezier, want het is wel leuk op zich, maar hou hem vast. Want als je dat niet doet, dan is hij weg. Nou, dan ligt hij op de grond, kan je weer gaan bukken en ja, het beeld. Ja, dat schiet natuurlijk ook niet op, hè. Dus, wat doe je als je de ballon erop zet? Hou hem met twee vingers vast. Ja, dus gewoon zo. Nou, dit is een dubbelwerkende pomp. Die blaast dubbel zoveel lucht in de pomp. In principe blaas je met deze pomp drie keer op, dus 1, 2 en 3. Dan heb je in principe genoeg lucht voor de ballonnenhondje. En, oh, wacht even, ik ga gewoon automatisch al aflopen. Ik knoop hem nog niet af, want dat moet ik jullie ook leren. Het belangrijkste is, kijk, dat je genoeg ruimte over hebt. Want waarom doe ik dat? Waarom zorg ik dat er zo'n stukje opgevuld is en dat dit zonder lucht is? Ik zie daar iemand al die het zegt. Ja, heel goed. Want, nee, ik, Jordi die zegt van ja, dat is voor het staartje. Nee, het is niet voor het staartje. Ik snap het wel, hè, want je zou zeggen het is voor de staart van de hond. Nee. Maar Monica heeft gelijk. Dit is namelijk als ik ga vouwen straks de hond. Juist. Ik laat het je even zien. Ik knoop hem toch even af. Gaan we zo meteen uitleggen. Maar als je namelijk een hondje gaat maken, let op wat hiermee gebeurt. Kijk, dan doe je dit. En je doet dat. En je doet dat. Kijk, en het leuke is dan, als je dan naar de achterkant kijkt. Daarnet hadden we zo'n stuk, zie je, waar geen lucht in zat. En die lucht moet ergens heen. Als je hem helemaal opblaast, dan klapt de ballon. Nou, nu niet. En dit hondje gaan we maken. En dan zeg je, ja, hallo ballonnenboer. Dat ging veel te snel. Nou, dat klopt ook wel. Het ging ook veel te snel. Maar ik ga het uitleggen, heel veel gemakkelijker. Dus, we leggen even het hondje weg. We pakken er even een nieuwe ballon bij. Nou, ik blaas hem weer op. En voorlees kunnen jullie gelijk goed zien hoe dat werkt. Dus weer met twee vingers. Nou, ik blaas hem weer terug op. Zo. En nou het knopen, hè, wat je ziet met dit doen. Nou, knopen van deze ballonnen is best wel lastig. Maar papa en mama's zijn er als het goed is bij. En misschien kan je het zelf, hè, want ik heb al meer workshops gegeven aan kinderen natuurlijk. En
zie ik dingen gebeuren dat ik denk, wow, dat is grap. Dus misschien kan je het ook wel zelf. Maar lukt het nou niet? Geen paniek, hè? Gewoon papa en mama vragen. En misschien lukt het bij hun ook wel. Of ook niet, hè? Je weet het maar nooit. Maar ik ga het uitleggen. Kijk, je hebt zo het tuutje van de ballon. Nou, je legt twee vingers leg je zo neer. Oh, ik zal even zelf in beeld blijven. Deze leg je eroverheen. En dan draai je. Dus je krijgt eigenlijk dit. Even kijken hoor, ik moet altijd wennen aan beeldschermen. Kijk, zie je? Dus de ballon die zit om mijn vingers heen. Nou, dat tuutje, dat gaat tussen mijn vingers door. Dus die doe ik hier tussendoor. En dan trek ik dit hier, zie je? Dit trek ik over het tuutje heen. En dan kan je hem eigenlijk afknopen. Kijk, dan zit hij dicht. Zie je? We gaan het straks gewoon nog een keer doen. Heel simpel. Maar dan weet je in ieder geval hoe je het best aan kan knopen. Dus, hè, je hebt zeg maar zo de ballon, hè, je hebt hem nog niet opgeblazen. Je legt je vingers zo neer. Je doet dit hier overheen. Zo, dus die doe je hier omheen. Dan heb je hier het tuutje zitten. Het tuutje gaat hier tussen deze ballonnen door. Zo. En je trekt hem aan. Nou, dan zit hij. Als het goed is, zit hij dicht. Zo niet. Dan is hij weg. Maar dan pak je gewoon weer een nieuwe ballon. Nou, voor wat hondje. Het eerste hondje. We gaan het eerste hondje ook niet te moeilijk maken. Het is Koningsdag, het is een feestdag. En dan moet je ook niet. Oh man, ja, op school heb je al genoeg dat je zware dingen moet leren. Nou, dit moet gewoon lekker luchtig blijven, letterlijk. Wat je doet, ik noem dit hondje altijd de HEMA-worsthond. En waarom doe ik dat? Omdat hij krijgt een beetje de vorm, kijk, van een worst. Zie je? Dit doe je zo naar beneden. Dus je pakt de ballon zo beet. En of je nou links of rechts bent, dat maakt niet uit. De handelingen blijven hetzelfde. Maar je doet hem zo naar beneden. Zie je? Dus dit doe je. Dat is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen. Maar nou komt het. Nou wil ik dat dit de snuit wordt en dat dit de bovenkant wordt. Dus ik pak even het andere hondje erbij. Kijk, dit gaan we maken en dit gaan we maken. Nou, wat ik doe. Heb je nou te kleine handjes, dan kan je hem het beste zo pakken. Dus dwars, want dan kan je hem zo eromheen pakken en knijpen. Nou, wat je dan doet. Je ziet, ik heb hier mijn vier vingers en mijn duim. Dit heb ik vast. Zo hou ik hem beet. En eigenlijk dus waar mijn duim zit, leg ik van deze hand, kijk zo, mijn vingers neer. En mijn duim gaat aan deze kant. Dus hier zitten vier vingers, daar komt mijn duim. Onthoud je dat nou niet? Een heel makkelijk trucje voor. We gaan gewoon naar elkaar zwaaien. Dat is nog gezellig ook, zie je? Hallo! Nou, dan zit je hand gelijk goed. Je hand zit gelijk die kant op. Deze hand hou je naar je toe, zie je? Dus je knokkels staan van je af. Nou, die houd ik naar me toe. Ik zwaai. En dan ga ik zwaaiend, ga ik zo naar de ballon toe. Zie je? Dus dit doe ik. Nou, dan heb ik gelijk mijn duim aan de achterkant. En deze vingers, kijk, zie je? Ja? Yeah? Dus ze zitten eigenlijk tegenover elkaar. En nou is het alleen maar een kwestie van draaien. Dit is het enige wat je hoeft te doen. Dus je draait. En je draait nog één keer. En dan kan je loslaten. Niet bang zijn. Want als je bang bent, dan kunnen de ballonnen gaan klappen. Nou, dat wil je natuurlijk ook niet. Dus, gewoon, zie je, je hebt hem zo beet. Je zwaait, je gaat naar de ballon. Je draait, één keer, twee keer. En loslaten. Nou, hoe simpel was dat? Dan heb je ineens de snuit en zijn oren. Zie je? Leuk, hè? Maar we zijn er natuurlijk nog niet, hè? Want er moet nog een lichaam aan vast. Nou, wat ik altijd doe voor het lichaam is eigenlijk, ik pak hem zo beet met mijn handen. Hij gaat naar beneden. Let er altijd op dat je genoeg ballon overhoudt om het hele lichaam te maken. Want dat is wel belangrijk dat je er natuurlijk uitkomt. Hè? Dus ik doe weer hetzelfde als eigenlijk in het begin. Zie je, ik doe hem samen. Nou wil ik hier de nek en de voorpoten maken. Dus we hebben nou dit stukje, zie je. En nou wil ik de nek en de voorpoten maken. Nou, hetzelfde effect. Ik doe weer mijn hand zo, zie je. Dus hij zit eigenlijk dwars op mijn hand. Zo. Ja. We hebben het net al geleerd, hè? Ik draai naar me toe. We zwaaien. En we gaan weer naar de ballon toe. En dan zit gelijk je hand goed. Zie je? En dan is het weer draaien. Dus eigenlijk dezelfde handeling als die we al een keer gedaan hebben. En lukt het nou niet en papa en mama zitten erbij, dan helpen die je vast wel. Want het komt altijd goed, want dat weet ik uit ervaring als ballonnenboer natuurlijk. Nou, we hebben natuurlijk nou zijn hoofd, we hebben zijn voorkant, maar we moeten ook zijn achterkant hebben. Dus gaan we die ook maken. Nou, je draait hem weer eventjes.
Je kijkt zelf wat je prettig vindt. Wil je het zo doen of wil je het zo doen? Dat laat ik helemaal aan jou over. Of aan jullie eigenlijk, hè? Ja. Nou, we maken er weer zo een bosje van eigenlijk. We doen weer precies hetzelfde, zie je. We leggen de hand er weer bovenop. Zo doen we hem. En zwaaien. Dus lukt het niet, hè? Denk je van, oh, hoe moet ik hem nou houden? Nou, gewoon zwaaien. En dan ga je weer zwaaien hier. Je draait. Tadaa. En je hebt je hond. Met zijn staart. Hey. Oh, hij kijkt naar zijn kont. Zie je dat? Dat kan natuurlijk niet, hè? Ja, dat kan wel. Maar dan moet weer een hele soepele nek hebben. Dus denk je nou van, wacht even. Ja, maar mijn hond ziet er zo uit. Dat lijkt helemaal geen hond. Is niet zo'n probleem, hè? Want als het zo eruit ziet, is de kwestie van beetpakken. Draaien. En je draait deze kant naar voren. Zo. Kijk. Het is allemaal een kwestie van beetpakken en draaien. En dan ziet je hondje er helemaal top uit. Nou, ik hoop dat het gelukt is. En anders kan je hem altijd nog een keertje weer terugkijken, hè? Want wat ik al zei. Deze video's die worden later geplaatst. Hè? Nu nog niet, want we zijn natuurlijk live op Koningsdag. Speciaal voor jullie natuurlijk. Maar deze worden later geplaatst. Ook op mijn YouTube-kanaal. En dan kan je het allemaal terugkijken. Maar dat komt vanzelf goed. Ik denk dat het best wel gaat lukken met papa en mama samen. Nou, ik ben natuurlijk nog niet klaar. Want, juist, ik ga jullie natuurlijk nog meer leren. En dat maakt het wel leuk. Want één blonde hondje maken, ja, dat kan iedereen natuurlijk, hè. Maar misschien wil je ook wel een bloem. Zullen we straks dan nog een bloem maken? Niet nu, want nu gaat er eerst wat anders gebeuren. Maar ik kom straks weer terug en dan gaan we gewoon stiekem gaan we nog wat maken. Oké. Nou, ik wens jullie nou voor nu even weer heel veel gezelligheid. Ik ga even een kopje koffie zetten en dan zie ik jullie misschien straks wel. Ja? Nou, oké. Tot straks. En blijf lekker kijken, hè, want het is veel te gezellig hier op Koningsdag. Doei!